Oké. Ah! Jezus! Ah! 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 Ga van mijn foute beest! Ah! Jezus! 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 Hallo dames en heren, welkom bij aflevering 7 van Subnautica. Het is ongeveer een paar maanden geleden sinds dat we aflevering 6 hebben gedaan. Sorry daarvoor. Maar we zijn weer terug, we geven de serie zeker niet op. Mocht je het leuk vinden, laat zeker even duimpje achter. Dan laat je ook een beetje zien dat je het waardeert. En dan ga ik misschien sneller episodes maken. Nee, ik zal sowieso proberen sneller te doen, dat komt goed. Dan, volgende ding. Vorige episode hebben wij een vote gehouden. Ik zei dat jullie mochten bepalen hoe dit kring ging heten. Want we hebben toen zo'n dockstation gemaakt. Daardoor kunnen we nu een mooi naampje en een kleur geven aan dat ding. Dit is de uitslag. Nou, zoals jullie zien heeft de grote bitterbal gewonnen. Dan gaan we dat maar eens even op de kring zetten. En dan moeten we hem ook even mijn passelijke kleur geven eigenlijk. Oh kut, dat past niet. Ik doe gewoon bitterbal. Zo, bijterbal. Oké, perfect. Dan. Ja, dit is de perfecte bitterbalkleur. Name. De name moet wit of zo. Kijk! De grote bitterbal. Ja, bijterbal. Ja, het past alles niet. Wat kut. In die richting ligt het grote schip die in de allereerste of misschien tweede episode, weet ik even niet meer, is geëxplodeerd. In ieder geval is niet best, maar wij zijn er toen één keer heel dichtbij geweest. Toen kwamen we erachter dat er een heel groot beest was. Nu heb ik van mensen vernomen dat je daarin kan, via de voorkant. Wij zijn toen bij de achterkant geweest, daar waren monsters. Dus ik denk dat we safe moeten zijn als we naar de voorkant gaan. Ik denk dat dat de missie voor vandaag is, dat we gewoon daarheen gaan, proberen daarin gaan. Kijk. Ja. Kijken wat we vinden. Eerst ga ik even eten fixen en dan gaan we met de bitterbal die kant op. Even te zien. 1, 2, 3, 4. Dat is goed. Holy shit. Oké, we zitten in ieder geval helemaal vol met alles. Ik had trouwens hier gekookt. Ik wilde eens even kijken of dat ding nog steeds werkte. En dat werkte nog steeds. Dus dat is heel goed. Drop. We hebben wel best veel zeldzame shit mee. Misschien moeten we even wat droppen. Ja, kijk hoeveel drinken we hebben, what the fuck? Het is ondertussen ook nacht trouwens, zagen jullie net waarschijnlijk ook al. Ik haat nacht en ik moet naar dat teringschip, dus ik heb er helemaal geen zin in. We gaan hier gewoon langzaam die kant op met een grote bocht om de achterkant, want die achterkant dat is dus echt hel. Dat is echt, ik ben dus echt benieuwd wat we gaan vinden daarin, want... Oh, dit is eng. Kan ik niet even wachten tot het dag is? Oké, dit gaat heel diep. Ik vind dit serieus heel eng. Maar mij werd dus verteld dat je bij de binnenkant naar binnen... De voorkant naar binnen kan. Dus we gaan daar eens even kijken. We moeten wel letten op ons eten en drinken. Nou ja, drinken niet zo. Eten vooral. Ik weet niet hoe snel dat gaat en hoe lang wij daar binnen zijn. Holy shit, we zijn erbij. Oh. Godverdomme, dat doet allemaal weer damage ook. Dat is kut. Hij moet gewoon helemaal heel zijn. Zo. De grote bitterbal. Oké, zijn we al bij de voorkant? Geen idee, ik kan het niet zien. We zitten wel echt tegenaan nu. En het lijkt een beetje te ondiep voor de grote ding. Is mijn vraag. Oh mijn god. Yes. Het wordt ochtend. Oh nee, fuck no. Readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Moeten binnen 24 uur dat containen? Anders heeft het drastische effect. Waarom krijgen we dat nu pas? Ik hoor dat ding, ik maak geen grapje. Hij zit dus ook bij de voorkant. Tenminste, hè? Ja, ik zie hem! Ik zie dat beest! Kunnen we hier naar binnen, alsjeblieft? Alsjeblieft, dat past niet. Dat gaat niet passen. Gaat dit passen? Hier.
Ik wil hem aankijken, maar dan doe ik wel. What the fuck, gast? Waar moet ik hier naar binnen dan? Hier gaat het omhoog. Oh. We zijn aan land. Oh! Zo is het bijna in elkaar. Battery! Hey, dat is best fijn. Dat is best top. Nou, het is nog een soort vredig ook hier. Ondanks dat ik van die krabben zie die ik ook op dat eiland zag. Dus ik pak mijn mes alvast. Kijk, wat komt er alleen? Dat is gewoon heel irritant. Ze doen 1 damage volgens mij of zo. Maar alsnog, heel vervelend. Even zien. Abandoned PDA. Aurora Engineering Drone Log. Exiting sleep mode. Loading voice recognition. Engineer Barclay and Chief Technology Officer you identified. Drone, get me a propulsion cannon. Repulsion cannon retrieved. Hey Barclay, install that circuit box with that repulsion cannon and you'll punch a hole in the cargo bay. Damn it, drone, I said propulsion, not repulsion. Recalibrate sensors. Sensors recalibrated. Sensors aren't the problem. I tweak the program. It's like you now. It doesn't like being told what to do. Drone, I know... His name's Albert now. Albert, I know it's not your fault, but it would really help me do my job if you'd bring me what I asked for. Thanks for your time. Propulsion cannon retrieved. Thank you. Now go away. Entering hibernation mode. Boss, this hobby of yours isn't making my job any easier. Or safer. Maybe so, but it's all that's stopping me from being so bored I take a spacewalk in my skivvies. Okay, propulsion cannon. Hier ligt die. Hadden we deze al gescand? Ja, die hadden we al gescand. Hij gaat me niet zeggen dat we die nodig hebben, toch? Want ik heb dat ding dus gewoon niet gemaakt nog. We gaan eerst hier maar eens heen, richting de administration. Dus misschien ook handig om eventjes een beetje te gaan begrijpen wat er precies allemaal is gebeurd. Oké. Ik zie allereerst zo'n heel groot ding hier. Laat ik die eerst maar eens. Altera launches de Aurora. Holy shit. Ja, geen idee wat het allemaal is. Eerlijk gezegd. Volgens mij is dat notes to self. Cargo bay code. Oh. Daar moeten we heen. 1454. Moeten we even dat briefje moeten bewaren. Wat is dit? Poster. Dank u. Neem ik graag mee. Battery, dank u. Dank u, dank u, dank u. Hier ligt verder helemaal niks. Of althans niks wat we nog niet hebben. Want ik probeer de dingen te scannen. Maar alles wat daar ligt hebben we of al gescand of kunnen we niet scannen. Eén van de twee. Dit is richting de cargo bay. Maar het is een beetje... Ja, dat gaat het niet worden. Oh, hij is leeg ook. Daar is wel iets. Ik zie daar zo'n deur met een code erop. Dus hier moeten we heen. Maar ik denk dat we zo'n propulsion cannon daarvoor nodig hebben. Want volgens mij is propulsion, dan kun je dingen oppakken. Het lijkt aardig op alsof ze willen dat we daar iets oppakken. Dus ik ga even zo'n ding maken en dan ben ik zo weer terug. Dit gaat echt lang duren. Oké, daar is de grote bitterbal. Daar is water. Charanimo! Oké, dat was leuk. Oké, Bassie is hier. Normaal zou ik gewoon gaan grinden voor deze shit. Want dit is best prima te krijgen. Dit is echt makkelijk zelfs. Maar ik heb dus ook even gekeken voor zo'n lasercutter. Dat crank kost gewoon 2 diamonds en cave silver. Cave silver, dat is denk ik ook wel te krijgen. Dat is alleen weer zo'n suicide mission. Maar 2 diamonds? What the fuck? Ik durf te wedden dat we dat ding nodig gaan hebben. Maar goed, we gaan gewoon door. Even zien, dan hebben we zilver nodig. Dat is 1. Ik weet dat, oh, ik weet dat de zilver in die live pot zit. Oh, fucking fuck, 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 fuck. What the fuck? What are you? What are you? What the fuck?
Wat de... Nou, dames en heren, daar zijn we eindelijk. Cargo Bay 3 voor de 500ste keer. Oh jongens, ik liep net naar boven en ik tiefde weer naar beneden. We zijn er in ieder geval ook na die hartaanval en die Simov, ik weet niet wat dat allemaal was. Komen we later wel achter, denk ik. Eerst, Propulsion Cannon. Dames en heren, we hebben hem. Hij is met een volle batterij gekomen, daar word ik heel vrolijk van. Oeh. Godverdomme. Gelukkig heb ik genoeg flesjes, anders werd ik gek. Oké. Even kijken. Gewoon R2. Oh! Oh jezus. Oh! Bank. Dit ding is handig. Ik weet niet op wat dit allemaal werkt, maar dit ding is top. Dit schip staat echt op instorten. Even zien, wij hadden een briefje. Met daarop cargo bay code. 1454. Als dit werkt, word ik heel blij. 4. Oh, yes! Holy shit. Oké, hier is dus heel veel... What the fuck? Hier is dus heel veel te onderzoeken. We komen dus nu in een gedeelte wat onder water is gelopen. Er ligt een heftruck. Een chill ding is... Wij hebben toch alle equipment om onder water te kunnen leven in principe. Wat is dit? Use repair tool. Die hebben wij. Ergens. Hoppakee. Open door. Oh, ook water. Jammer, ik dacht het is droog. Wat hebben we hier allemaal binnen? Wat is dit? Wat is... Hallo? Ik kan er net niet bij. Kom op. Dev module 1. Die hadden we toch al. Wat een scam. Heeft zin. Dan gaan we eerst even hierheen. Prawn Bay. Locker room. Ja, volgens mij is dit zo'n deur waar je zo'n lasercutter voor nodig hebt. Ja, cut open to access. Wij moeten 2 diamonds vinden. Ja, anders kunnen we niet verder, denk ik. Batterie. We krijgen wel heel veel batteries. What the fuck? What the fuck? Dit is de engine room. Hier hadden ze iets over gezegd. Over dat het binnen 24 uur gerepaired moest worden. Wat is dit? Warning, local radiation. At maximum tolerable level. Cyclops engine efficiency module. We vinden heel veel voor de Cyclops. Dat hebben jullie net niet gezien, maar ik heb net ook heel veel dingen voor de Cyclops of zo gevonden. Oké, wat hier dus staat, we moeten al die dingen gaan repareren. Kijk, hier staan dingen. En die moeten we repareren. Containment breach repaired. Further breaches detected. 10 breaches nog. Na deze 9. Die moeten we dus allemaal vinden en dan... Redden we eigenlijk een soort van even de planeet, om het zo te zeggen. Oh, maar er zit zeker allemaal onder water. Dat is kut, zeg. Ik zie er daar eentje. Kom gelukkig genoeg van die sparks vanaf. Nou, dit wordt een lekker timelapse, hoor. The fuck? Wat de pauper is dit? Ga weg, joh. Pauperbeest. Hier. Werkt dit ook op vissen? Zoom. What the fuck? Oké. Okay. Ah, Jezus. Ga van af, pauperbeest. Ah, Jezus. 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 Oh, fucking hell. Fucking hell. Fucking hell. Fucking hell. Als er één beest mag uitsterven, is het dit beest. What the fuck? Boom!
boom! Allemaal dood! Zijn er nog meer? Daar zwemt er nog één. Hij komt ons op af. Koom! Beest zwemt nog steeds! Kaboom! Bedoeld! Kan ik er niet eentje meenemen? Ik kan hem wel scannen. Bleeder. Jezus, pauper, dat beest ziet er eng uit. Dat zat net op mijn arm. Verder met de timelapse. Drive core breach sealed. Radiation levels decreasing. That's mooi. Okay, we saved the day, I guess. Nu kunnen we weg. En dan wil ik ook weg. Kutbeesten. Gadverdamme zeg. Even denken. Er is nog één dingetje wat ik hier graag wil doen. Of wat ik denk dat we kunnen doen. En dat is onder. Hier helemaal onder was ook nog een ruimte waar we toen de eerste keer kwamen waar we niet doorheen konden. Ik denk dat ik daar ook doorheen kan met de propulsion cannon. Ik denk trouwens dat dat grote pleurisbeest hier niet kan komen. Want ik hoor hem telkens wel, maar hij komt niet. Ik ben blij dat we weer in de bitterbal zijn. Oh, ik ben echt... Jongens, ik heb echt dementie. Auw, ik vaar mezelf weer aan. God, nonzu. Oké, Hiro. Ik zeg het letterlijk nog 30 seconden geleden. Hiro zit een... Kan ik deze ook lanceren dan? Whee! Motherfuckers. Hier, mij aanvallen. Yay! Kijk hem gaan. Team Rocket's blasting off again. Oké. Dit is top. Dit ding is top. Yay! Zo. Laat ik je daar. We moeten even wat water drinken. En we kunnen zo'n ding nemen. Want die hebben we net gevonden. Laat ik je daar. Oké. Daar is een deur. Holy shit. Ik denk niet dat we naar die deur toe moeten. Ik denk dat we gewoon hierheen moeten. Daar is weer een code. Eerst hier. Is hier iets? Lasercutter, fuck off. Kunnen we niet repareren? Ja, daar hebben we lasercutter voor nodig. Hier hebben we code voor nodig. Hoe moet ik nou die code weten? Notes to self. 1806. Let's try it. Ik denk niet dat het het is. Er zit niet eens een 0 op dat ding, bedenk ik me nu. Oké, niks gezegd. Oh, er is wel een dingetje. Lab access. Is het handig om te zien? Oh mijn god. Ik was bijna weggegaan. 6483. Ik wilde letterlijk... Bijna gewoon naar boven gaan en dit skippen totdat we later een keer weer een dingetje vonden of zo. Wat was het nou? 3. Yes! Oké, dat was eigenlijk echt heel makkelijk, maar goed. Wat is dit? Pick-up microscope. Inventory full. Nou, daar hoef ik het ook allemaal niet mee ook. Large sample flask. Moet dat echt allemaal mee? Nee toch? PDA. Kut, zit hier zuurstof? Kut. Ik was bijna dood. Oké, we gaan verder. Niks gebeurd. Alles goed. Repulsion cannon. Ja, dat was de andere variant. Daar hoorde ik ze toen ook over praten in dat dingetje. Deze deur is gewoon op. Oké, batterij. Fijn. Top. Goed. Huh? We hebben letterlijk een rondje gedaan. Oh, wat kut. Ik dacht, we hebben nog een deur, maar dit is het gewoon. Want het was een letterlijke rondje. Oké, conclusie. We hebben een... waarom is het weer aan? Zo. We hebben een lasercutter nodig om hier verder te gaan. Hey.
Laten wij eventjes teruggaan naar de base. Even alles een beetje sorteren. Misschien even wat extra lockers maken. Of allemaal shit, want we hebben echt veel shit. En dan wil ik ook even een beetje kijken wat zo'n Cyclops nou ook weer is. Want ik heb het een keer... Ik heb het veel vaker gezien al, maar ik... Ik ontdek telkens niks. Ik vind alleen maar dingen ervoor, zeg maar. Zit de uitgang? Het is tering donker. What the fuck? Ik hou niet van donker water. Ik ga gewoon zonder te kijken in deze richting en we komen er wel, denk ik. Nou, dan zijn we samen met een grote biterbal. Zijn we weer. In het hok. Zo. Dat ook weer gefixt. Ja, wat moeten we nu nog doen? Oh ja, we hadden een radioping. Heel belangrijk. This is Altera HQ. This may be your only communications window. We can't send a rescue ship all the way out there. So Aurora, you're just gonna have to meet us halfway. We've uploaded blueprints to the ship's computer. We're doing a sandwich run, you in? Yeah, give me a second. Black box data shows the high security terminal in the captain's quarters is still functional. Becky's leaving like in 5 minutes. All right, tell Becky I'll just take the regular. The regular? Yeah, she'll know what I mean. The code should and be... If she doesn't? Just tell her the regular, dude. Okay, the code. I say regular, she's like, what's the regular? I have to come all the way back up here. The code should be 2679. The regular's just a ham and cheese. Okay, would you just say ham and cheese? Ham and cheese. Okay. What the fuck was that? Oké. Ik weet niet waar dat hele gesprek over ging. Wat ik wel weet... Jezus, moet je kijken. Even kijken. We moeten even de nuttige informatie eruit houden. Ze kunnen ons niet komen redden. We moeten ze halverwege ontmoeten. Dus we moeten een eigen rocketship maken, denk ik. En de... Even zien. En die blueprints liggen in de Captain's Quarters, denk ik. En de code van de Captain's Quarters hebben we net gekregen. Maar wat zij niet weten is dat hier een tyfusgroot kanon op dit ding staat. Dat alles uit de lucht schiet als het weg probeert te gaan. Totdat wij het hebben gedeactiveerd. Maar wij kunnen het niet deactiveren, want we zijn geïnfecteerd. Dit is heel interessant. Ik heb geen idee hoe dit uit gaat pakken. Dat gaan we de volgende aflevering waarschijnlijk ontdekken. Ik dank jullie in ieder geval heel erg voor het kijken naar deze episode van Subnautica, episode 7. Ik ga zo snel mogelijk weer episode 8 opnemen. Laat even weten wat ik moet doen, want ik vind het lastig. We hebben nu op zich wel een ding. We moeten natuurlijk... Ja, we moeten eigenlijk gewoon die lasercutter krijgen. Dat is ons doel. We moeten gewoon een lasercutter krijgen. Help me alsnog een beetje in de comments met hoe en wat. En dan zie ik jullie bij de volgende. Prachtige naam. Hij blijft de bitterbal heten. Ik vind het mooi. Maar fijne avond, fijne middag, fijne ochtend. Houdoe en tot ziens.